Goeiedag. Hier achter mij een mooie foto van een natte sneeuwbui. Mensen in natte sneeuw. Dat zou zomaar eens kunnen gaan gebeuren de komende week. Later in de week wordt de lucht echt een stuk kouder. En is er kans op winterse neerslag. Dat mogen we zeker niet gaan uitsluiten. En ik zet hem nog maar een keertje voor. Wij gaan het ook over de winterverwachting hebben binnenkort. 24 november gaan we die winterverwachting geven op onze eigen manier met het hele team. En als u dat nou niet wilt missen, is het leuk als u abonneert op ons kanaal. Ook even een duimpje geeft. We zitten bijna op de 35.000. De afgelopen tijd hebben we heel veel abonnees erbij gekregen. En het zou mooi zijn als we er nog meer bij gaan krijgen. In ieder geval, iedereen die nu abonnee is geworden, hartstikke bedankt. Dat over de winterverwachting, 24 november dus, dat schiet al op. En we gaan in deze 30 dagen ook al kijken naar de rest van november en zelfs naar het eerste stukje van december. En de afgelopen tijd hebben we dat rustige weer gehad, dat vaak grijze weer. Nou, ik kan u verklappen dat dat gaat veranderen. Er komt een bezem door de atmosfeer. De atmosfeer die gaat veel dynamischer worden. En dat kunnen we onder andere goed zien aan de jetstream die in onze omgeving gaat komen. De jetstream op zo'n 10 tot 12 kilometer hoogte, een band met hoge windsnelheden, is altijd bepalend voor het weerbeeld in onze omgeving als die in de buurt is. Die stuurt als het ware lage drukgebieden en hoge drukgebieden. En ja, de komende tijd gaat het vooral om lage drukgebieden. Laten we maar eens gaan kijken naar die jetstream. Die bevinden wij terug in de nacht van vrijdag op zaterdag nog ten noorden van het land. Dat betekent dat wij aan de warme kant zitten. De koude kant is altijd ten noorden van de straalstroom. Maar die komt weldra dichterbij. In het weekeinde zien we ook al dat die straalstroom in onze omgeving gaat komen. Eigenlijk boven ons land komt te liggen. En dat zorgt voor veel onstabiliteit. Een tweede jetstream komt er daarna overheen. Dat kunnen we hier heel mooi zien. Zijn we halverwege komende week en uiteindelijk zakt hij nog wat verder naar het zuiden toe. Komen we in koudere lucht terecht. En dan gaat hij langzaam maar zeker weer wat meer naar het noorden bewegen. Een zeer actieve jetstream. En dat betekent dat we met zeer actief weer te maken gaan krijgen. Op de weerkaart is het inmiddels vrijdagavond geworden. En dan zien we nog steeds dat die straalstroom, die jetstream, precies boven ons land ligt. En ja, de pressies die daaronder aanwezig zijn, die zorgen dan voor zeer onbestendig weer. We gaan eerst even een niveautje lager. We gaan naar zo'n 5 kilometer hoogte. En dan zien we op vrijdag dat we nog in relatief, nou, warme lucht is overdreven, maar we zitten wel in zachte lucht. Maar we zien ook, omdat die straalstroom dus gaat bewegen naar het zuiden, dat koudere lucht dichterbij gaat komen. Hier kunnen we dat al mooi zien. In het weekeinde wordt daar de eerste aanzet voor gegeven. En er komt nog veel meer koude lucht in de loop van volgende week. Want dan zien we die jetstream echt naar het zuiden trekken. Kijk eens wat een koude lucht hier aan gaat komen. Dat betekent dat het onstabiel is en dat de kans op winterse neerslag natuurlijk ook veel groter gaat worden. Aan het eind van de periode zien we ook dat die koude bel langzaam maar zeker wat meer naar het oosten gaat trekken. Dat heeft dan te maken met deze bel, wat zachtere lucht die dan weer richting onze kant op gaat komen. En dat zou betekenen dat na volgende week de temperatuur weer iets omhoog zou moeten gaan. Hier zien we dat heel duidelijk gebeuren. We zitten aan eind november dat we weer in wat zachtere lucht gaat komen volgens het Amerikaans model, maar het Europees model laat dat ook wel zien. En dan komen we uiteindelijk aan op het grondniveau. Dan pakken we de weerkaart op zondagmiddag. Dan is er al een front gepasseerd, is de stroming naar het noordwesten gedraaid en hebben wij te maken met buien. In het noorden zijn dat natuurlijk winterse buien, maar met die aanvoer van steeds koudere lucht komen die winterse buien ook steeds dichterbij. Maar dat niet alleen, er komt ook vanuit het westen een lage drukgebied dichterbij. Dat schuift hier over Nederland heen. Dat zorgt voor veel buien op dinsdag. En daarna ook een noordwestelijke stroming met flink wat wind. En we zien ook nog steeds veel dat paars. Dat betekent dat die winterse neerslag toch wel in de buurt blijft. Er duikt ook nog een lage drukgebied ten zuiden van Nederland langs. Nou, dat is al een onzekere factor. Komt die wat noordelijker, krijgen we met veel meer neerslag nog te maken. En aan het eind van de rit zien we dan op zaterdag hier een nieuwe storing liggen boven de oceaan. Die komt dan weer dichterbij. En dat zou er dan toe moeten leiden dat we niet volgende week, maar die week daarop weer in wat zachtere lucht gaan komen. U zag het achter mij, heel veel dynamiek in de atmosfeer. Het gaat dan om details. En dat betekent dat onzekerheid al vrij snel gaat toenemen in een weersverwachting. En we zijn hier aan het kijken naar een 30-daagse weersverwachting. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, de trends voor de tweede helft van deze 30-daagse, die zijn bijzonder onzeker. Ik kan u dat mooi gaan laten zien. Eerst laat ik u nog even die neerslagkansen zien. Nou, voor komende week is het gewoon kletsnat iedere dag. En ook die week daarna zien we nog steeds veel nattigheid. Paraplu bij de hand, zorg dat het een stevige paraplu is. Want ook dinsdag en woensdag kan het fors waaien in ons land. En dan even naar de temperatuur. En die gaan we in detail bekijken, de pluim. En dan zien we dat die eerste periode, nou dan mogen we toch wel zeggen dat dat allemaal vrij zeker is. Al die berekeningen die liggen als het ware op elkaar. Hier zien we wel al wat onzekerheid ontstaan, maar al met al ligt het nog steeds behoorlijk dicht bij elkaar. We zien ook heel duidelijk in de tweede helft van volgende week dat het kouder gaat worden. Zitten we zo rond de 5 graden, nachttemperaturen dicht bij het vriespunt. U weet het nog wel, die bovenlucht die is ook heel koud geworden. Wat winterse neerslag, dat is zeker mogelijk. En dan komen we aan bij dat weekeinde, dat volgende weekeinde. En dan neemt die onzekerheid dus toe en dan draai ik me eventjes om. En dan kunnen we ook goed zien dat al deze leden heel ver uit elkaar liggen. En dan weet je het eigenlijk niet meer, dan kan het alle kanten op. In de windrichting zien we dat ook. Het is afhankelijk allemaal vrij zeker met het oranje en geel. Dat staat voor zuidwest of west. Dan hebben we op maandag, dinsdag dat lage drukgebied wat in de buurt komt. Dan kan die windrichting even variëren. Maar daarna toch wel weer een overwegend west-zuidwestelijke stroming. En dan na dat weekeinde, dat tweede weekeinde, dan kan het alle kanten op. Volop onzekerheid. En als we die onzekerheid in de pluim zien, dan moeten we dat toch ook wel een beetje gaan terugzien in de weerregimes. En dat zien we ook. Afhankelijk is het allemaal wel vrij duidelijk met een overwegend regime dat een Atlantic Ridge heet. Nou, dat zorgt dan voor die westelijke stroming en die noordwestelijke stroming enige tijd. Maar als we dan eenmaal bij dat tweede weekend aangekomen, dan gaan er twee regimes de hoofdrol spelen. Het wordt dan of iets meer met hoge druk, een blokkerend regime, of we houden een westelijke circulatie. En ja, beide opties staan open. We zien zelfs ook nog een flinke optie voor die Atlantic Ridge. Het kan alle kanten op gaan. Kortom, die tweede helft van deze 30-daagse, ja, die is bijzonder onzeker. Nou, gaan we toch weer even kijken naar volgende week. Want ik vind dit een indrukwekkende kaart. We moeten dus kijken naar die luchtdrukafwijking. Hier boven Noordwest-Europa en Noord-Europa. Min 40 tot min 20 hectopascal. Dat betekent dat daar heel veel onstabiliteit aanwezig is. Ja, dat betekent dus bij ons ook flink wat neerslag. En natuurlijk ook die koude lucht die uit komt zakken. Dat zien we hier heel goed. Nederland ligt precies midden in die koude bel. In de tweede helft van komende week is het echt koud in die bovenlucht. U heeft dat mooi kunnen zien. En dat betekent dus ook dat het kletsnat zal zijn volgende week. Nou, dat hebben we inmiddels ook al gezien. Dan gaan we naar de luchtdrukafwijking kijken voor 25 november tot en met 2 december. Een heel ander beeld op dat moment. We zien in Zuid-Europa iets van een hoge drukafwijking. Lage druk boven de oceaan. Ja, dit is dan overwegend toch wel een zuidwestelijke stroming. En dat past ook wel in dat beeld wat we eerder hebben gezien. Wat betekent dat voor de temperatuur? Nou, met die zuidwestelijke stroming krijg je natuurlijk weer wat hogere temperaturen. Want dan krijgen we aanvoer vanaf de oceaan. En dat zien we dan ook hier heel duidelijk terug. De koude lucht is dan weer verdrongen. We zien nog wel hier een koude bel boven het voormalige Balkangebied. En ja, daar kan het best wel heel onstabiel gaan worden. Kijken we ook naar de neerslagafwijking voor die periode. En dan valt direct op dat we nog steeds een natte periode voorzien. Want we hebben een afwijking positief. Er wordt meer neerslag verwacht dan wat gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. En ook dat past natuurlijk bij die zuidwestelijke stroming. Dan komen de storingen vanaf de oceaan en die trekken van tijd tot tijd over Nederland. Gaan we wat verder kijken, 2 december, 9 december. Dan zitten we al in die periode die bijzonder onzeker wordt. Ik heb u dat uitgelegd en dan zien we, als we dan toch even die kaart bekijken, dat er wel wat meer hoge drukafwijking is. Dus het moet dan allemaal wat rustiger gaan worden. Dat zou bijvoorbeeld voor de weerregimes betekenen dat die blokking-situatie wat dominanter moet gaan worden. En qua temperatuur, ja, dan komen we uit op rond normale waardes. Voor december gemiddeld genomen is dat een temperatuur die ja, zo rond 6, 7 graden ligt. En in de nachten kan het dan eens af en toe gaan vriezen. En dan, ja, dan kijken we ook nog even naar de neerslag. Ook daarvan kunnen we zeggen dat het allemaal vrij normaal wordt. Dit is de week van 2 december tot 9 december. Ook die week daarna laat ditzelfde beeld zien. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met die onzekerheid dat het model eigenlijk alle kanten op kan gaan. Onzekerheid troef dus. Maar wat wel duidelijk is, is dat we eerst een periode krijgen van nat weer. Een kletsnatte eerste helft van deze 30-daagse. En dan door al die dynamiek die in de komende weken zit, is er echt grote onzekerheid voor die tweede periode. Als we dan nu op de modellen af moeten gaan, lijkt het erop dat we wel iets meer stabiliteit gaan krijgen. Goed, het einde van de 30-daagse, als u die bereikt heeft, dan vindt u het waarschijnlijk best een interessante weersituatie. Graag dan een duimpje omhoog, vind ik leuk. En verder wens ik u een hele fijne dag.